Dit is nieuwsuitzending nummer zoveel, maar dat is niet zo belangrijk. Wat we zeker weten, dat dit de tweede uitzending is waarin ik met Jörg Liesman gewoon de Bijbel ga lezen. En dat hebben wij de eerste keer gedaan, hebben wij het Onze Vader, daar hebben we ons naartoe geworsteld. Dat is Matthäus 6, daar zijn we bij vers 1 begonnen. En we zijn iets voorbij vers 19, zijn we toen gestopt vanwege het uur. Want we willen het niet te lang maken. En we pakken hem nu op, gewoon weer vanaf vers 19. En daar staan de ontzettend leuke dingen in. Ja, dat is heel actueel, hè, wat in de Bijbel staat. Maar als eerste gaan we welkom heten aan Heer Jörg Liesman. Guten Tag. Guten Tag, Perry. Mooi terug bij jou te zijn. Ja, even voor de kijkeraars. Ik ben bij Jörg Liesman langs geweest. Met de Renault Clio. Dat is geen kattenpis. Dat was een eindje rijden. Maar dat was het wel de moeite waard. Heerlijke wandeling gehad. Oh ja, we pakken maar op. Jörg, wil jij beginnen met het eerste? Want we pakken de King James erbij. Ik heb misschien dat jij dan het Engelse stukje kan beginnen. Of wil je nog even een introotje houden? Je mag ook wat zeggen. Nee, ik denk niet dat een groot intro nodig is. Hè? We spreken over het woord van God. En ik gebruik de Koning James Bijbel van 1611. Die geautoriseerde versie. Omdat die volgens veel onderzoek dat ik en andere mensen gedaan hebben, de enige eerlijk bewaarde, ongecorrumpeerde Bijbel vandaag de dag is, die man in de hand kan vastnemen. Ja. Daar zijn sommige mensen die denken van, ja, maar in mijn taal is er ook zo een. Ja. Zal ik u eens een keer een klein voorbeeld geven van wat mij nog meer laat mistrouwen? Kende jij Charles Chiniqui? De naam, ja, de naam ken ik, ja. 50 years in the Dingens of Rome of zo. Toch? 50 years in the Church of Rome. Ja. Ja. Charles Chiniqui was dus een Romeins-katholieke priester die 50 jaar in de kerk van Rome toegebracht heeft. Die een persoonlijke vriend was van Abraham Lincoln. Die van Abraham Lincoln verdedigd werd op een aanklaag die de Romeins-katholieke kerk tegen hem deed. Mm-hmm. Die natuurlijk volledig ongegrond was. Gelijk zo vele. In elk geval, Charles Chiniqui heeft dus dat boek geschreven, 50 Years in the Church of Rome, en dat is dan ook vertaald geweest naar het Duits, 50 jaren in Rooms Kirche. Aha. En ik heb iemand, die heeft mij via een e-mail de PDF van dat boek gestuurd in Duits. Zo heb ik het niet moeten kopen, want ik wil dat graag in Duits lezen, want de PDF in Engels heb ik al lang op mijn PC. Aha. En dus ik ging dat boek gaan lezen, Perry. En ik lees, en ik lees, en ik lees, en ik kom bij pagina 18, en het is schitterend, en ik vind het een heel schoon boek. En dan ineens, als je nu per se wilt weten wat is er nu echt, dacht ik, dan ga ik eens een keer de PDF gaan open doen. Mm-hmm. En dan ga ik het direct een keer voorlezen wat daar staat, dan moet ik het niet uit mijn geheugen gaan zabbelen, brabbelen, want dat kan ik sowieso niet neem doen. Neem je tijd. Ik neem mijn tijd, ja. Dat is ook belangrijk voor de kijkeraars, ik wil eigenlijk dat iedereen rustig wordt. Ja, dus op het einde van pagina 17 in de PDF, die gedrukt is als 19 in dat boek, staat er, en ik lees dat eventjes een keer in Duits voor. Um nicht die Meinung zu erwecken, als sei es uns bei der Mitteilung von Pater Chiniquis Erlebnissen darum zu tun, die Lehren und Gebräuche der römischen Kirche anzugreifen, überschlagen wir hier eine Reihe von Kapiteln, in welchen dieser ehemalige katholische Priester über seine Studien berichtet, die er im kanadischen Priesterseminar gemacht hat. Aha. Gaat nog verder, maar langer dan dit moet ik niet voorlezen om u een idee te geven. Ja, maar je mag het wel een beetje. Dus kan je proberen dit op zijn Vlaams te zeggen? Ja, dat zijn die tolken van dat boek die hier dus op het einde van die pagina. Mm. Charles Chiniqui is juist gedaan met zijn vertaling en wat er op dat feest van die priester en zo gebeurd was en alles erop en eraan. En dan komen die tolken hier en zeggen om niet. Bij jullie de indruk wakker te maken dat wij ons alleen maar bezighouden met de vertalingen van Pater Chiniquis belevenissen om de leren en gebruiken en de tradities van de Romeins-Katholieke Kerk aan te vallen
gaan we hier enkele kapitels uitlaten, aha, in welk deze voormalige katholische priest over zijn studies bericht geeft, die hij in het Canadese priesterseminar gemaakt heeft. Yep. Dan zijn er even sprakeloos, hè? Een soort groot toneelstuk of zo. Ja, dus daar zijn mensen, excuseren, daar zijn mensen die nemen het op zich een schitterend boek, een autobiografisch boek, aha, van iemand die meer dan 40 jaar in de kerk van Rome doorgebracht heeft, aha, te vertalen naar het Duits. En dan gaan ze daadwerkelijk zeggen van, ja maar, we gaan hier misschien iets van de Romeins-Katholieke Kerk openleggen. Oh, dat is misschien niet zo leuk, dat kan ons ingelegd worden van als, of we doen dat alleen maar om die te diffameren. Ja. Dus wij laten een keer enkele kapitels eventjes weg. Als ik daar naartoe kwam om dat te lezen, heb ik gedacht, ik kan mijn ogen niet geloven. Ik heb dat verschillende keren gelezen. Ik dacht, ik kan mijn ogen niet geloven, dat meende toch niet. Ja. Ik heb de PDF in Engels bijgehaald, dat boek heb ik ook, en dat heeft 470 bladzijden. En dit heeft 355. Aha, dan weet je dus al dat erin geknipt is. Ja, dus we spreken over een heel pak dat erin geknipt is. Hm. Nu, dat interessante hierbij is, wie zijn die tolken van dit boek? Ja, ik denk dat ze gewoon in de conspiratie zitten, hoor. Zeg gewoon Jezuïeten. Dat is dezelfde firma die de uitgever is van de miniatuurbijbel van Schlachter. Oh. De Schlachterbijbel van 1951 is diegene die ik gebruik als ik een Duits bijbelcitat moet geven voor mijn Duitsstalige toeschouwers. Mm-hmm. Die het Engels niet machtig zijn en de Engelse citaten van de King James niet begrijpen. Mm-hmm. Ja. Dan gebruik ik de Schlachter van 1951. Je hebt ook nog de Schlachter van 2000. Schlachter was blijkbaar zelfs in persoonlijke kennis van Charles Chiniqui, als je een beetje navorst op internet. Ja, 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 ja. Wow. Maar dus die mensen... Nu kom ik tot de punt, Perry, wacht eens, hè. Aha. Mijn punt is het volgende. Ik lees dus hier een boek. 50 jaar in de kerk van Rome, van een Romeins-Katholieke priester, autobiografisch geschreven, aha, in het Duits vertaald van een firma die ook de Bijbel naar het Duits vertaalt. En ze zeggen hier dat ze enkele kapitels uitlaten omwille van dat ze de Romeins-Katholieke kerk die willen offenden. Hoe zeg men dat? Nee, precies, want die zijn zo arm, Jörg. Ja, maar nee, de punt zo, is... Zo zielig die katholieken. De punt is, Perry, hoe geloofwaardig is dan alsjeblieft hun Bijbel? Ja. Ja, precies. In dit boek schrijven ze het dan nog bij. In de Bijbel schrijven ze het zelfs niet bij. Daar laten ze dan zomaar uit of verdraaien de woorden, bij wijze van spreken. Hoe kunnen we het controleren? Toch alleen maar als je die originele hebt. Dat is toch überhaupt ons hele probleem. We leven in een systeem dat we niet begrijpen, omdat we altijd maar één kant van de maan zien. Of één kant van de medaille zien. Nooit niet die andere kant. Oké, maar nu dus, terug. Je kunt toch alleen maar een vervalsing herkennen als je het origineel kent. Oké, maar nu gaan we even vers 19 controleren tegen mijn Bijbel, ja? Oké, maar kijk... Maar die klopt toch helemaal? Je kan, als je dit gewoon leest, als je geen Engels kan, dan... Maar op zijn Nederlands staat hier gewoon... Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Dat klopt toch gewoon? Dat klopt helemaal, ja. Dat is toch correct vertaald, hè? Maar, of wil je reageren? Zeg maar. Ja, maar dat is in dit geval zo. Mm-hmm. Maar kijk, als mensen mij niet willen geloven over de corrupte Bijbelversies, mm-hmm, ga naar het videokanaal op YouTube van Dave Flang. Hmm. D-A-W-E, zijn voornaam. D-A-W-E, Dave. Mm-hmm. En zijn achternaam Flang. F-L-A-N-G. Ik heb een Flang. Ja, die brengt op dit ogenblik dagelijks 1 tot 2 video's daar. Oh, bij Barry and Beacon City. The following is from the book Why. Ik geef dus de audio uit. Oké. Oh, wat leuk. Dus die brengt meerdere video's uit momenteel, waaruit hij de vervalsingen van die NIV aanklaagt. Ik heb daar straks nog een video daarvan gezien. En die hebben onder andere, en dat moet ik een keer weten, ik heb. Mm-hmm.
Ik ben bezig met Tom Fress een boek te lezen. Dat noemt The Origin of Futurism and Preterism. Mm-hmm. Dat is eigenlijk maar een boekje van 70 pagina's. En we zijn op de laatste 20 pagina's. We hebben ondertussen al meer dan 15 uur eraan besteed om dat ding te analyseren en uit elkaar te halen. Mm-hmm. Heel, heel leuk. En in de laatste uitzending waren we daarover bezig. Vraag mij niet meer hoe. We zijn erop gekomen dat we iets zeiden over het gebed van Vader Onze. Mm-hmm. En wacht eens, in dat boek, ik denk in dat boek kwam dat zelfs voor, hè? Is dat niet? Laat me eventjes gaan kijken hier, want ik weet dat we hier geweest zijn. Mm-hmm. Oké, dat waren die pagina's die wij gelezen hadden. Ik weet niet, we zijn met iets dat we aan het babbelen waren of zo, zijn we op Matthew 6 gekomen. Ja, en dan bij vers 9. Die we ook hebben. Vers 9, bid dan zo, onze Vader. En dus, waar ik op neer wou is, dat mm-hmm. ik juist dezelfde dag een video had van Dave Flang, mm-hmm. waar hij aangetoond heeft dat in de NIV, de New International Version, mm-hmm. de meest gelezen katholieke of Bijbel ter wereld eigenlijk, mm-hmm. Bijbelversie ter wereld eigenlijk, dat ze daar in Matthäus 6, vers 13, de King James Bijbel leest als mm-hmm. volgt. And lead us not into temptation. Wacht even, één seconde, dan ga ik hem even erbij pakken. Ah ja, oké. Okay, ja, dat mensen even mee kunnen kijken. Ja, dat is goed. 13. Vers 13, ja. Ja. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ja. Wil je weten wat de NIV leest? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Delete. Oh. Dus van wie het koninkrijk is, en de macht, en de heerlijkheid, en voor eeuwig. Ah ja. Dat weet je niet als je de NIV leest. Ja. Ik pak even, ik heb hier... We waren dus daarover aan het babbelen in die uitzending en dan... Ja, mooi, ik pak hem even... Geloof het of niet, hè? Dan viel zijn Skype-verbinding weg. Als je dus in ene keer die dingen gaat opdekken, hè? Dat was echt de Heilige Geest, die Heilige Geest die ons geleid heeft, hè? Ja, ja. En dan is Skype afgebroken. Ja goed, ik heb dan... Ja. We hebben dan teruggebeld na een paar minuten, we hebben dan die uitzending daar onderbroken... Ja, we waren ook al 1 uur en 14 bezig, dus ik heb dan gezegd van ja, dan neem ik hier nog een klein einde op en dan is het goed. Mm-hmm. En dat heb ik dus ook gedaan. Maar ik wil maar zeggen, als mensen zeggen van ja, maar dat is allemaal niet waar wat de Jörg daar vertelt, elke Bijbel is goed, alles is daar woord van God. Nee jongens, dat is niet zo. Oké, even, ik heb nu allebei... Ja. Het is gelijk dat jij nu dat voorbeeld aangebracht hebt, vers 19, is woord voor woord een letterlijke vertaling van wat ik in het Engels voorgelezen heb in de King James, wat bij jou ook zo staat. Maar ik kan je garanderen dat we vroeg of laat in deze Bijbel, zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament, dingen tegenkomen die anders zijn. 100% ben ik daar verzekerd van. Ja, ja, ja. Maar tot nu toe valt het mee hoor, want in mijn twee Bijbels... Die ik dan kan lezen, want die andere heeft de kleine letters. Maar in die tweede staat, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, dat klopt ook wel. En er staat er wel tussen haakjes, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En waarom staat daar tussen haakjes? Ja, precies. En die, ja, waarom? Ja. Ja. En dan is beetje, Jezus die je spreekt, en die spreekt niet hier met haakjes... In mijn King James is alles in rood gedrukt wat Jezus zegt. Ja. Matthäus kapitel 6 of Matthew chapter 6 is van het eerste tot het laatste woord alles gesproken van Jezus Christus hemzelf. Mm-hmm. En hij heeft er geen enkele tussenhaakjes daartussen gedaan. Ja, precies, dat noemt men in Engels parenthesis. En dat komt voor dat dat gebeurt, ook in de King James, maar hier niet. Ik kan bijna zeggen, wat jij dus mij verteld hebt, dat in die Slachterbijbel, in mijn Bijbel hebben ze tussen haakjes gezet, en in die Slachterbijbel is het gewoon helemaal weggehaald. Dus kennelijk. Dat is toch prachtig, dat is echt informatief man.
Nee, in de NIV hebben ze het weggehaald. Ja, in de NIV, in de Slachterbijbel toch ook, of niet? Staat nee, u, in de Slachterbijbel staat hij nog wel, oké. Okay. Ja. Dan denk ik dat het daarin is. Ik heb van die Slachterbijbel heb ik niet gesproken. Hè? Ik heb gezegd dat omwille van dat die mensen die die Slachterbijbel dus op de markt brengen, diezelfde uitgeverij brengt dat boek van Charles Chiniqui daaruit. Ja. En dus in dat boek van Charles Chiniqui schrijven ze dan nog in van, ja jongens, kijk, wij gaan hier censeren. Wij gaan u namelijk niet meedelen wat de auteur hier oorspronkelijk geschreven heeft, want dat zou eventueel de Romeins-Katholieke Kerk in een slecht licht kunnen gaan zetten. Ja, ja. Ja, dan weet je niet wat die mensen allemaal weglaten bij de Bijbelvertalingen. Ja, dat is wel belangrijk. Ik vind het wel interessant om te weten wat ze eruit weghalen. Want dat zijn dus kennelijk de dingen die wij moeten weten. Daarom moet want je anders dus halen ze het niet weg. Het boek lezen in Engels, hè? Ja, ja, ja. Die hebben we er toch gewoon bij. De kijkeraars die kijken momenteel naar de King James Online. Dus daar is geen twijfel over mogelijk. We pakken hem even op, ja? Ja, dus als je die vraag stelt hier, Slachterbijbel 1951, Matthäus 6:13. Ontführe ons niet in Versuchung, sondern erlöse ons van den Bösen. Denn dein is das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, precies. Oké, okay, sorry. Ja, die heb je net opgelezen. Klopt, ja. Zo, ja. Dit is correct. Maar in de NIV is dat weggehaald, ja. In de NIV is dat weggehaald, ja. Ja. Even kijken, want we waren gebleven bij vers 19. En nog even om het even in de hedendaagse tijd te trekken. Hè. Maar heel veel mensen hebben pensioenverzekering of weet ik wat, verzekering. Dat hebben ze allemaal... Ja, maar ze zijn er inmiddels wel achter. Van je kan al dat geld wel geven aan die mensen, maar krijg je het ook terug? En dat is maar de vraag, hè? Geld geven is makkelijk, hè? En beter kan je gewoon... Wat is mooi, want vers 20... ik probeer het even. Jij kan beter Engels dan ik. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Je kan beter je schatten verzamelen in de hemel. Even kijken, hoor. Nou ja, want hier op aarde is toch alles vergankelijk. Ja, man, met Hillary Clinton hebben we echt... Oh, die is geen president geworden, dat is maar goed ook, ja. Maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken of stelen. Alsof dat nu een rol speelt of Hillary Clinton president zou geworden zijn. Helemaal niet. Of Donald Trump president geworden is. Ze had het niet overleefd, die had vast een hartaanval gekregen of zo. Het is maar goed dat ze nou... Maar voor mij is ze erg ziek, hoor, Hillary Clinton. Die is stinkt niet altijd op dezelfde manier, hè, welke kleur het ook heeft. Hè. Mm-hmm. Of dat nu rood of blauw is. En die Donald Trump, die kan er wel een paar jaartjes mee. Die kan er wel even tegen. Nou, als je de Simpsons gelooft, dan gaat hij ja binnenkort afdienen. Hè. Dan gaat hij ja vermoord worden. Ah, oh jee. Ja, daar kunnen ze ook een toneelstuk van maken, net als met Saddam Hussein. Want die is volgens mij toen niet opgehangen, hoor. Op ja, 31 januari 2009 of zo, wat was dat? Nee, dat is even min dat Hitler zich doodgeschoten heeft daar voor de bunker in Berlijn. Ja, dat ja. Dat is hetzelfde, maar... Oké, okay, we gaan lekker door, we blijven bij het positieve. Want we lezen de ja, Bijbel. Ik ben heel de dag positief. Och, dat weet je toch wel. Ja. Ben dit is een mooie, en vers 21, die mag jij voorlezen. For where your treasure is, there will your heart be also. Menen. En wat betekent dit voor jou? Niet dat jij een priester bent, maar wat is jouw persoonlijke... Wat voel jij dan? Mijn persoonlijke interpretatie hiervan, dat is zo van... Ja, daar waar je schat is. Dus wat is je schat? Iets wat je graag ziet. Aha. Iets wat je aan het hart ligt. Iets waar je leven voor geeft, bij wijze van spreken. Iets wat je verzamelt, alles. Daar zou je hart ook zijn. Ja. Dus met andere woorden, wil dat zeggen van dat wat je... Dat wat je gerne hebt, daar zal je hart dan ook zijn. Ja. En als je dat dus aan dingen geeft die hier op deze aarde zijn en die dus vergaan, dan is dat spijtig, want dan vergaat je hart ook. Ja. Dus als je je schat hier op aarde legt, is dat in feite verloren. Alles wat je daarin investeert, want dat vergaat toch allemaal. Ja. 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 Maar dus... Daarom vers 20, als je dat dus in de hemel legt, als je dat spiritueel bekijkt,
als je spirituele waarden hebt in plaats van aardse waarden, fysieke, ja, fysieke waarden of aardse waarden. Goed, fysieke, ja, heel mooi. Ja, fysieke waarden hebt, wel, dan zul je daar ook later die vruchten van kunnen gaan dragen. Ja. Want daar waar je schat is, daar zal je hart ook zijn. Precies, ja. En wat is je schat? Dat wat je liefkoost. En wat liefkoost je als Christ? Jezus. Ja, en waar is Jezus? Dus, ja. In de hemel. Ja. Yep. Prachtig. Zal ik de volgende pakken? Feest 22. Dat kan ik ook. En je ga jij maar lekker door. Kom op. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Oh, die gaat... Nu even ga ik even controleren. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Is wel goed vertaald, toch? Wat denkt ze? Ja. Oprecht, hè, is de vertaling die ik je daarvan ken. Je zegt zuiver. Ik vind dat uiteraard een logische vertaling. Maar als ik hier bij Google vertalingen ga, dan kom ik bijvoorbeeld naar oprecht. Wat dus een vertaling is van single. Hè? Want single ken je ja normaal gezien als alleenstaande. Bij wijze van spreken. Dat is ook eenduidig of zo. Oprecht, wat jij zegt. Ja. Ja, maar men kan dus ook zeggen van als het dus oprecht is, als het zuiver is. The light of the body is the eye. Ja, daar is toch een heel interessant verhaal bij. Sorry, ik kom altijd met die verhalen af. Ja, kom maar. Dat is ook leuk voor de luisteraars. Oh, je hebt dat interview. Dan leren we jou kennen. Je hebt dat interview wat die ene vent op de televisie gevoerd heeft met president George W. Bush in den tijd. Aha. Ik weet niet of dat een die was, maar, of een andere, maar die werd vermoord. Ik weet niet of dat een die of een andere was. Dan spreek ik in Rome. Die heeft een interview gedaan met George W. Bush. Uh-huh. En ik heb de audio hier op mijn PC. Als je wil, kan ik je dat laten een keer sturen. Kun je dat ergens inwerken. Uh-huh. Dan zegt die reporter tegen Bush. Mr. Bush, you said most famously when you looked into Vladimir Putin's eyes, you saw his soul. Ja, die ken ik. Ja. When you looked into Pope Benedict XVI's eyes, what did you see? God! Ja. Direct, gelijk uit het die ken ik. Aan bod. God. Ja? Dus eventjes voor onze Nederlandstalige luisteraars die het Engels niet zo goed kunnen. Ja. Event interviewt George W. Bush en zegt, president Bush, je hebt eens een keer heel bekend gezegd, heel bekend geworden dat je gezegd hebt, als je in de ogen van de Russische president Vladimir Putin keek, heb je zijn ziel gezien. Ja. Wat hebt ihr gesehen, als ihr in de ogen van Paus Benedikt XVI gekeken hebt? Ah. Gott! Zijn antwoord kwam direct God. Ja. 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 Dus, ik heb dat... Juist, omwille van die frase... Die vers met dat oog zijn, hè, dus ja. Dan springt me zoiets in mijn geheugen. Hè? Die MP3 heb ik wel 30 keer gehoord of zo. En iedere... Ja. Dat was een dat noemen ze bumper music of bumper sound... Even een dingetje erbij. En dat waren Amerikaanse nationalisten. Niet per se bijbelgelovende christenen. Maar ze snapten wel dat hier iets aan de hand is. Want hoezo zie je God als je in de ogen kijkt van een ander? Ik kan me er gewoon helemaal niks bij voorstellen. Volgens mij ben je dan van het padje af, hoor. Ja, maar de paus beweert toch van zichzelf God te zijn? Vicarius Christus of zo. Ja, maar dus... George W. Bush heeft precies dat antwoord gegeven. Dat u min of meer wordt voorgeschreven in het Romeins kanonsrecht. Het is ook zo leuke dat hij, George, nu we het toch even over George W. Bush hebben. Die had ook een tv-interview met zijn vrouw. En toen begon hij over conspiracy theories. Samensweringse, verzweuringstheorieën. En hij kreeg echt een por van zijn vrouw, van bek houden nou. Ja, dat is die andere interview die ik bedoelde. En dat is die interview die... Maar je wilt toch zo'n vrouw niet? Hé, hey, hallo, even om lachen. Maar, zo'n vrouw wil ik niet. Nu mag jij, ga maar door. Ja, dus dat andere interview dat ik bedoelde, die interview is ondertussen vermoord. Dat was diegene die hem vroeg in verband met die verkiezingen in 2004 als een... voor de herverkiezingen aanstond,
Die daar zei van, ja, je bent toch lid van Skull and Bones. Oh, die man is dood? Ja, ja, die hem dat gevraagd heeft. Nee. Ja, ach ja, nee. Al te lang daarna, ja, ja. Ach, maar dat was een hele aardige man. Wat kun jij daarover zeggen? Ja, niks, want het is een geheime organisatie. Ja, 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 maar ja, hij was echt heel open en eerlijk. Hij was, ja, domheid is onvergevelijk, maar hij was open en eerlijk. Hij dacht, pas op, dat ga George ik wel W. Bush is niet dom. Nee, ik had het over die reporter. Die, ja, reporter die, had heel... die reporter had moeten beseffen dat hij niet moet roeren in een donkere vijver of zo. Want je weet niet wat er omhoog komt, hè. Ja. Dus je heeft heel goed de domme kunnen spelen altijd. Maar die is zeker niet dom. Nee, George, die mensen zijn absoluut, die zijn evil. Ja. Bezeten. Die zijn echt bezeten, man. Ja. Zo gek als de hel. En wat denken ze wel niet? Dat ze het huis van mijn vader mogen bevuiligen. Dat mag toch helemaal niet? Besmoetsen. Je mag toch net het huis van mijn vader besmoetsen. En dat doen ze wel. Dan denken ze, ja, allemaal puinhoop en dan gaan we het laten opruimen. En dan iedere keer als mensen gaan opruimen, krijgen ze 10% van de opruimingskosten of zo. Zo werkt het toch? Nou, we gaan door. Jij mag de volgende pakken. Kijk hoor. The light of the body is the eye. If therefore die hebben we gehad, precies, single, ja. Thy whole body shall be full of light. En dan but komt if thine eye be evil, yes, thy whole body shall be full of darkness. Yep. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Mm-hmm. Nu heb ik een persoonlijke opmerking hierbij. Dus dat is mijn persoonlijk gevoel hierbij. Mm-hmm. Mijn dochter. Toen ik ben gescheiden, even voor de kijkeraars, ik ben gescheiden van de moeder van mijn dochter. En toen kwam ze dus met een ouderschapsovereenkomstverklaring die mij tig heeft gekost. Dat is echt niet weinig, niet goedkoop of zo hoor, om je dochter nog te mogen zien. Ja, dan kwam ze dus bij mij en dan kreeg ze van mij altijd goed te eten. En toen vroeg ze dus aan mij op een middag, van pap, wat gaan we vanavond eten? Toen zei ik, nou, we eten spersiebonen met schouderkarbonade. Jurk Liesman is veganist. Ik nog niet. Hè? En dan ging ik de deur uit om boodschappen te doen. En vroeg ze opnieuw aan mij. Pap, wat gaan we eten vanavond? Zeg ik tegen haar. Dat heb ik je een kwartier geleden verteld. En ze kijkt me echt aan met van die konijnenogen. En zegt, ja, ik weet het echt niet meer, pap. Zou je het nog een keer willen zeggen? Nou, binnen 3 weken heb ik de huisartsenpraktijk gebeld. En gezegd, ik denk dat mijn dochter depressief is. Wat moet ik doen? Dan ging ik daar naartoe. 8:45 's morgens was het consult. Dat heeft me maar €70 gekost. En dat is echt niet duur. Ik heb daar 1 uur lang mogen praten. En ik heb verteld hoe die moeder in elkaar zit. En toen zei die man tegen mij, van, ja, ik heb weinig adviezen voor jou. Waarschijnlijk is het zo dat ze zo dadelijk in het ziekenhuis belandt. En dan mag jij niet op bezoek. Daar kon ik het mee doen. Dat was het allerbeste, duidelijkste advies. Want haar oog, zij denkt echt dat ze omringt ze met kwaad of zo. Ze is ontzettend boos. Maar dat daalt af in je lichaam. En dan word je uiteindelijk gewoon hartstikke ziek. En daarin moet je als toeschouwer niet in participeren. Toch? Oké, nu mag jij weer de volgende. Deze vind ik ook heel mooi. 24. No, ja, ik weet. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Yep. Weer een andere uitdrukking daarvoor. Jij kunt niet het fysieke en het spirituele van houden. Ja. Het is ofwel het een of het ander. Absoluut. Want waarom komt hij hier met geld aandraven? Wel, omdat op een andere plaats... Leg het even uit. Ik wil even interrumperen, maar mammon, dat is een soort van demon of zo. En die is van het geld. Mammon is geld. Mammon is geld, rijkdom. Ja. Rijkdom. Ja. Dat is mammon. En op een andere plaats in de Bijbel staat, the love of money is the root of all evil. Mooi, de liefde voor het geld is de wortel van alle euvel. Ja. Ja? Maar dat is dus de liefde voor het geld. Dat zijn veel mensen die zeggen van geld is de wortel van alle euvel. Nee, de liefde voor het geld.
Geld is alleen maar een middel om iets mee te doen. Ja, dit gaat heel goed. We zitten lekker op tempo, man. En een 25, dit vind ik prachtig. Ik ga hem even doen, ik wil hem gewoon oplezen. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? En dat weet ik dus niet wat het betekent. Ik heb een Nederlands hier, kwap. Ja. Raiment is kledij, clothing. Oh ja, je lichaam is je kleed, ja. Nee, dat gaat toch niet over dat je lichaam je kleed is. Het gaat erover dat je je geen zorgen daarover maken wat je moet eten of drinken of welke kleren je moet gaan aandoen. Ik ga hem even in het Nederlands voorlezen. Dat ik hem goed begrijp, hè? Ja. Daarom zeg ik u, ik sta met een hoofdletter, dat is Christos. Wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten, en dat staat hier tussen haakjes, of drinken. Oké, dat staat hier dan tussen. Of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam meer dan de kleding? Man, dat is een hele ingewikkelde zin hoor, logisch gesproken. Nee, die is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Dan leg hem dan uit. Daar eventjes over nadenken. Ja. Wij maken ons altijd zorgen over de volgende dag. Wat kan ik eten? Wat kan ik drinken? Wat kan ik aandoen voor kleden? We gaan ons alleen maar bezighouden met de materiële dingen van deze aarde. Mm-hmm. Wel, kijk, als God de Israëlieten uit Egypte in de woestijn geleid heeft, heeft hij ze 40 jaar lang verzorgd met brood, met water en met kledij. Die hun schoenen, die waren niet na een paar maanden kapot. Die liepen 40 jaar door de woestijn. Mm-hmm. Dat wil zeggen, maakt u geen zorgen. Als je in Jezus bent, maakt u geen zorgen voor deze benulligheden van dit leven. Ja. Maar heb vertrouwen in dat God voor u zal zorgen. Wel heel leuk dat jij... Want dat komt in vers 26, komt het voor. Behold the fowls. Ja, dat is mijn favoriet. For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Ja. Yet your heavenly Father feedeth them. Ja. Are ye not much better than they? Ja, die ga ik hem in het Nederlands doen. Bekijk die vogels van de lucht. Zij zaaien niet, zij oogsten niet, zij verzamelen niet in de schuren. Ja. Maar jouw hemelse Vader voedt hen. Zeide jij niet zoveel meer waard als zij? Ja. Als God in staat is om voor elke vogel onder de lucht ervoor te zorgen dat die dagelijks zijn eet en zijn drank heeft en zijn nestje heeft om zijn kop te gaan leggen, waar Jezus op een andere plaats zegt dat hij zelfs geen plaats heeft om zijn hoofd te leggen op deze aarde, dan gaat God toch voor ons zorgen die wij in hem geloven. Ja. Die wij zijn woord gaan leren en verspreiden. Mm-hmm. En die wij zijn geboden houden. Mm-hmm. Maar dat is, Perry, dat is in feite, sorry dat ik daar nu op los ga, maar dat is zo'n belangrijke punt. Dat kun je niet schatten hoe belangrijk dat is. Mm-hmm. Dat is de doos van Pandora die je daar open gedaan hebt als je daarover wilt gaan praten. Om de heel simpele reden. Mm-hmm. Wij leven hier op deze aarde in een systeem waar de antichrist ons personen maakt en ons een systeem voorspeelt in dat wij in feite moeten gaan leven. Ja. Als wij echt uit Babylon willen uitkomen, dan moeten we alles in dit systeem ontzeggen. Je kunt bij wijze van spreken morgen je geboorteoorkonde nemen, je geboorteakte nemen, je paspoort gaan nemen, al je diploma's gaan nemen, je rijbewijs gaan nemen. Je vaccinatiedingen en gezondheidspapieren en pensioenpapieren en alles erop en eraan. Mm-hmm. Pak ze allemaal in een bruin zakje. Ga naar het gemeentehuis. Smijt dat hun op het desk. Op het bureau. En zeg tegen hun van, hier is die figuur die jij gemaakt hebt. Hier hebt ze terug. Ik heb daar niks meer mee te doen. Maar dan kun je ook niet terug in je huis gaan, want je kunt de volgende maand je huur niet meer betalen.
Ja, dat is een heel lastig probleem. Wat is dus de punt op die ik neer wil? We hebben allemaal veel te weinig vertrouwen in God. Wij moeten dat doen en dan moeten we er maar op vertrouwen dat Hij voor ons zorgt. Maar dat is toch ook zo? Hoe denk je dat ik zo oud geworden ben? Anders dienen wij twee heren. Vers 24. You cannot serve God and mammon. Wij zijn allemaal hypocrieten. Ik ook. Maar jij bent wel een aardige hypocriet. Het velt mij elke dag, man. Nee, en die aardappelsalade was ontzettend lekker, Jurk. Maar even back to life, back to reality. Ik vond het echt heel lekker, hoor. Goed gesmacht, hè. Maar nou ga ik even... vers 26, op zijn Nederlands vind ik hem erg mooi. Ik heb jou toen ook dat liedje laten horen van Ellie en Rickert. Dit is precies dit. Ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet. En brengen niet bijeen in schuren. Gaat zij ze niet verre te boven? Vraagteken. Ja, ik wil het gewoon even zeggen. Niet dat ik het beter zeg dan jij. Weet je, maar dan zei hij in een zin vergeten. Yet your heavenly father feedeth them. Heb je in die gezicht. Even kijken hoor. Ja, breng niet meer. Ja, inderdaad, ja. En toch voedt uw hemelse vader die. Ja, heb je gelijk, Punt, komma. Gaat zij ze niet verre te boven? Ja. Okidoki. We hebben nog tijd. Wil je die graag spreken over dat wat ik daar juist aangestoken heb? Gaan we door. Ja, maar nee, ik dacht dat jij daar een keer op ging gaan reageren. Want dat is toch... We zijn allemaal slaven in dit systeem en vroeger of later wakker worden gaan we het ook eindelijk eens een keer herkennen. Maar wat doen we eraan? Wij doen daar niks aan. En Jezus zegt op verschillende plaatsen, ye of little faith. Ja. Kleine geloof, jij zou met uw geloof daarvoor kunnen zorgen dat deze berg hier in de zee verdwijnt. Mm-hmm. Maar je doet het niet. Petrus, die op water liep, tot hem naar beneden keek, zei van wat doe ik hier? En besefte van dat kan niet. En boem, gezonken in het water en Jezus moest hem daaruit halen. Ja. Maar eerst ging hem, hè. Eerst had hem het geloof, hè. Waar is ons geloof dan? Waar is ons vertrouwen dan in God? Door onze twijfel gaat Hij niet voor ons zorgen. Dat ga ik je vertellen. Nee. Je zou gewoon moeten kunnen zeggen van, ik ga uit dit systeem daaruit en God zal een keer voor mij zorgen. Vertrouwen hebben we niet. Ik zag een video, daar heb ik ook een video van gemaakt op YouTube. En dat waren Marokkaantjes. Die mensen komen uit Noord-Afrika, die zijn niet zo lang. En die jongen, die waren met z'n drieën. En die kleinste, die zei tegen zo'n pauw. We hebben hier in Nederland een hele vieze omroep, die heet pauwnet. Nou, dan weet je al gelijk dat het fout is. En dan doen ze zo'n vrouw met een rok boven de knieën. En dan hele intelligente lichaamsvormen. En die mag dan met een microfoon op straat Marokkaantjes lastigvallen. En ik had ze dus drie aan de haak. En die zaten echt naar haar te kijken. Want je ziet eruit als een vieze opmerking. En zij bleef maar doorgaan. En toen ging de allerkleinste, die ging dus wel voor de microfoon staan. En die zei, oké, ik zal het je uitleggen. Wij leven hier in Kafirland. Kafir is ongelovig. Dat is Arabisch, hè? Schlaraffenland zeggen we in Duits. Wat zeg je? Schlaraffenland zeggen we in Duits. Schlaraff, oké. Ja, dat land waar melk en honing vloeit, bij wijze van spreken. Waar je niks voor moet doen en alles in je gat gestopt krijgt. Anyway, kafir is de ongelovige, de infidels. En dat doet mij gelijk denken aan Sodom en Gomorra. Ik heb jou een lijstje gegeven van bijbelteksten die ik echt wil doen. Daar heb ik ook een reden voor dat ik dat graag wil doen. En die jongen zei van ja, wij leven hier gewoon, zoals ik het hoorde, in Sodom en Gomorra. Dus zodradelijk krijg je dus vuur en zwavel. En die jongen zei letterlijk in de microfoon van die pauwnetdame met die rok boven haar knie. Van, en dan ga ik ook maar dood, want dat is mijn lot. Ik dacht dat die jongen mij op dat moment eventjes, de les niet las of zo, maar ik had zijn leraar kunnen zijn. Want het is echt zo. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb een opmerking gedaan. Wat zeg je? Ja.
mijn laatste credo, mijn creed op z'n Engels, mijn laatste credo is van je mag alles doen, maar je blijft met je tengels van andere mensen af. Met name van vrouwen. Ik ben echt beu gewoon. Oké, pak hem op voor de volgende. And why take your thought for raiment, for kleding dus? Consider the... Oh, deze is mooi, ja. 27 zei je vergeten. Oh, sorry. Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? Ja. Yep. Op zijn Nederlands, wie van u kan door bezorgd te zijn, 1 L aan zijn lengte toevoegen? Deze zin kan je eigenlijk 2 weken lang op kouwen. Ja, of je kunt hem direct verstaan en verder gaan. Ja. Dat is een hele mooie hoor. Ja, maar het komt in feite daarop neer van wij kunnen niks door onszelf, maar alles in Jezus Christus. Ja. Ik heb laatst ook ik heb een nieuwsuitzending gemaakt, die staat nog klaar op mijn computer. En daar heb ik gezegd van je moet je geen zorgen maken, want als je dat doet, dan kan je geen zorgen maken. Je kan niet zorgen voor een ander als jij helemaal, ik maak me zorgen. Ja, je moet geen zorgen maken. Gewoon, dus een leuk Nederlands gedicht, ga aan je werk, flerk, zolang het nog kan. Er waren wel profano of zo, maar het rijmt. Oké, wil jij de volgende? And why take your thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Okay. Wherefore of God so clothes the grass of the field which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Ja. Daar komen we bij dat wat ik zeg. Het is net als Friedrich Nietzsche zitten lezen. Ik zou Friedrich Nietzsche nog van mijn leven vergelijken met mijn heer. Nee, ik confronteer je gewoon met mijn associatie. Ja. Meer niet. Even kijken hoor, die ga ik het in het Nederlands doen. 28. En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds. Hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. Spinnen is met wol, maak je dat schapendinges. Spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs, ik met een hoofdletter, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. En daarmee bedoelt hij een van deze leliën. Hè? Ja. Indien. God heeft hem gekleed. Ja. Zo mooi heeft hij die leliën gemaakt. En die werken helemaal niet. Dat zijn uitkeringstrekkers eigenlijk. Hè? Indien nu God het gras des velds dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed. Oké, nu is het dus, de leliën worden gras. Het is alleen maar gras, hè? Dan wordt in de oven geworpen. Zal hij u niet veel meer kleden, comma, kleingelovigen? En die laatste, dat doet mij denken aan Nietzsche. Dat kon Nietzsche ook heel goed zeggen. Ja, en nu komen we in feite op dat neer wat je daar juist zei, over de zorgen. Mm. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Nee. Maak je dus geen zorgen, maar leg je vertrouwen in de Heer. Yep. For after all these things do the Gentiles seek. Hey, oh. Hier staat iets tussen haakjes, mijn lieber. Ja, dat staat tussen haakjes, ja. Ik heb je ook gezegd dat Jezus iets zegt dat tussen haakjes stond, maar niet daar, niet in 13, hier in 32 en op andere plaatsen, maar niet in vers 13, Perry. Ik merk het alleen maar. Je beluistert straks nog een keer. Ik heb nooit gezegd dat hij niks zegt wat niet tussen haakjes staat. Ik probeer het te volgen. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Oh, Gentiles, dat zijn heidenen. Ja. Dan kan ik al gelijk... Ik lees hem even uit, maar daar heb ik gelijk een vraag over. Moet je me even helpen herinneren. Maar ik ga door. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft.
Ja, klopt. Dus ja, ik heb het in Engels nog niet ten einde gelezen. For your heavenly father knoweth that ye have need of all these things. Yep, 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 dus yep. Het gaat in feite terug naar vers 25. Take no thought for your life what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Ja. Dus exact hetzelfde waar het hier gaat. Oh, en de volgende, dat is vers 33. Ja, maar nu zijn we... Ja, hallo, ik mag er ook wel genieten van. Dit is mooie taal, man. Ja, absoluut. De Bijbel is de mooiste taal van allemaal, Terry. Vind ik toch in elk geval. Ja. De punt die je maakt, en je hebt het daar juist aangehaald. Je zei van iets over de zorgen maken. Hè? Maak u geen zorgen over morgen en dergelijke dingen. Precies. Dat is exact je moet zorgen wat voor... hij hier nu zegt. Je moet je zorgen... Alsof dat je het zou gelezen hebben. Zorgen. Take no thought of tomorrow, bij wijze van spreken, zou je hier kunnen zeggen. Denk niet aan morgen. Zeggen, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Ja. Want dat zijn alleen maar de heiden die naar deze dingen uitkijken, omwille van dat jullie als gelovigen weten dat jullie hemelse vader daarvoor gaat zorgen. Ja, en wat ik predik... Hij heeft 40 jaar voor de Israëlieten in de woestijn gezorgd dat ze alles hadden. Denk je niet dat hij voor een paar jaar hier voor jou kan zorgen dat je alles hebt? Maar denk jij dat je niet een instrument kan zijn van hem? Ja, natuurlijk. Oké, en wat moet je dan doen? Heb u naast de lief, bijvoorbeeld? Is maar een idee, hoor. Ja, of heb u vijand lief of zo? Maar, en dat noem ik dus zorg. Ik kan ook werken. Werken is gewoon... moet je zand scheppen, met je rug over gebogen in het land. Weet je, dat is werken. En je hebt ook zorgen. Ja, zorgen kost geen moeite eigenlijk, hoor. Zorgen is eigenlijk... Eigenlijk is dat het allerleukste wat er is. En daarom mogen de dames dat ook doen, want die kunnen niet heel goed werken. Niet heel goed. Bepaalde baantjes kunnen ze doen, maar... Het punt is gewoon, Perry, die Jezus hier wil maken en die wij proberen naar de mensen te brengen, is van, maakt u geen zorgen over deze onbenulligheden. Nee, als je in God vertrouwt, als je in God gelooft, dan gaat hij voor u zorgen. Ja, je moet hem zien, hè. Maar als je niet in hem gelooft, dan gaat hem ook niet voor u zorgen, hè. En ik wil dat ook heel graag... Dat ook zeggen, hè. Dat wil ik ook zeggen, hè. Ja, en ik wil er heel als graag... Als je niet in hem gelooft, als je zijn... Als je zijn geboden niet achtervolgt, als je hem niet, zoals hij zegt, met al je hart en al je kracht gaat graag zien, dan gaat hij dat ook niet doen voor u. Ja. Ik wil er heel graag... Daarom moet men zichzelf opgeven en Jezus volgen. Ah, fijn dat je dat laatste zei, want dat wilde ik juist zeggen. Als je kan ook via de dienstingang, via de dienstlift... Via de katholische, de KKK, kan je ook omhoog. Maar dat is vals spelen. En je bedriegt de duivel. En dat moest ze net doen. Dat moet je niet doen. Dat heeft geen enkele zin. Dat kan rijkdom opleveren, maar wat voor rijkdom? Ja, maar kijk, een belangrijke punt vind ik persoonlijk hier in vers 32 is dat verschil doordat in de tussen haakjes staat. Dat verschil dat Jezus maakt tussen de mensen die in God geloven en die Gods volk zijn. En die mensen die heiden zijn, die niet Gods volk zijn. Ja, oké, en nu komt mijn vraag. Nu weet ik hem weer. Die heiden hebben niks om in te vertrouwen dat iets of iemand voor hun gaat zorgen. Omdat ze geen goden hebben, omdat ze geen god hebben, want al hun goden zijn idolen. Ja, maar... Dat is een heel belangrijke punt, dat maakt Jezus hier zonder het zo te zeggen. Ik heb een hele interessante vraag voor jou. Als je bij wijze van spreken het tweede gebod van de Heer niet eert, waar dat hij zegt in Exodus kapitel 20... Die komt nog. Nee, dan gaan we te hard door de Bijbel heen. Dit volgt niemand meer. Ik vind niet dat we daar te hard voor zijn... En ik heb het hier juist opengeslagen en ik kan het niet nemen. En dan pakken er ook mee. Ja, kom op, ik ben thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Welk vers is het? Ik ben aan het klikken. 4 en 5. 4 en 5.
visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. That is het verschil tussen mensen die in God geloven en mensen die in idolen geloven. Die ze zichzelf van hout, van ijzer, van goud, van weet ik veel, van wat maken. En ja, wat de goddelijke straf daarvoor is, daar moeten we Romeinen 1 lezen, dat komt daarin voor. I know. Maar het punt is dus de heiden, en dat is hier in vers 32 in Matthäus. For after all these things do the Gentiles seek, want de mens op zich, Perry, zoekt niet naar de Heer. De Heer vindt de mens. Juist. Zoveel mensen hebben niet begrepen, die zeggen van, oh, ik heb Jezus gevonden. Ik dacht het in het begin ook, ik heb Jezus gevonden. Door mijn studies, door al dit te doen en dat te doen, heb ik naar God gevonden. Niks is minder waar. Hij heeft mij aan de schouder gepakt en heeft mij in die richting geduwd. Ja. En hij heeft zich op die manier mij geopenbaard. Ja. Maar ik heb hem niet gekozen. Hij heeft mij gekozen. Zo is dat. En omdat hij mij gekozen heeft en niet ik hem, en ik dus absoluut niks bijdraag tot mijn redding, door genade zijn jullie gered, en dat niet door werk, niet door je werken, geen sacramenten, geen werken dat je hier doet. Morgen. Daardoor heb ik de vrijheid in Jezus Christus. Ja, maar daar ging het altijd al over. En alleen daar gaat het over. Ja, maar ik moet begrijpen dat ik van mij uit niks kan doen om hem tot iets aan te zetten. Maar nu, anders zou ik vraag. Dat met schulden af kunnen maken. En dat kan niet. Nu mijn vraag. Ja. Daar staat hier Gentiles op zijn Nederlands. Gentiles, ja. Gentiles. Ik heb dat een Engelse begrip, gentleman. Ik heb een absolute hekel aan Engels. Hè? Ik heb een spuughekel aan Engels. Ik vind het een smerige taal. Maar een gentleman is dus een ongelovige. Vul mij aan. Je moet het juist bekijken. Een gentleman schrijft de G-E-N-T-L-E. Mm-hmm. En een gentile T-I-L-E. Ja. Echt en dat. Het is ook zo dat je kan de klinkers... Nu kun je zeggen van oké... Als je de klinkers weglaat, dan staat er echt zo goed als hetzelfde. Ja, maar goed, kijk, dan gaan we dat een keer een beetje dieper gaan nemen. Dan gaan we dat eens een keer psychologisch analyseren, hè. Een gentleman, dus bij wijze van spreken een heer, een meenheer, zoals we in het Nederlands kan zeggen. Aha. Dat is een titel die je aan iemand geeft, of een woord die je iemand aanspreekt, omwille van dat je hem quote-unquote, ja, tussen aanhalingstekens, respecteert. A gentle is ook aardig, toch? Je moet geen mens respecteren, Perry, je moet God respecteren. Dat lijkt mij ook, ja. Dus als je dat op die manier ziet en zegt van daarom hangt gentleman samen... Dan geef ik je gelijk. Ja, precies. Dus, maar je moet de juiste verbindenis daarleggen. En als als ik het eventjes... Het staat in de Bijbel. Geef God de eer. En laat elke mens een leugenaar zijn. Nu ga ik hem even op zijn Nederlands vertalen naar hoe mijn hart nu spreekt. Dat is vers 32. Want al die dingen die aardige mensen zoeken... Dat zijn het. Het zijn die aardige mensen, die zijn dus aardig. En altijd heel vriendelijk en hebben ook cadeautjes. Maar zij zoeken iets. Zij zoeken materiaal. Ik ga er niet voor door dat ik aardig ben. Dat wil ik ook helemaal niet zijn. Ik wil mijn beloftes nakomen. Want anders krijg ik baba van mijn papa. Je moest eens weten hoe bang ik ben. Maar ik ben wel bang voor degene waar ik bang voor moet zijn. En niet voor... En je hebt van die mensen die doen allemaal heel aardig. Dan kom ik bij je koken. Nee, dan kom ik dit. En ze dringen je huis binnen. Bij wijze van spreken. En zij zijn een idioot. Want ze moeten gewoon weten dat
Hully vader, dat is slecht Nederlands, slang. Hully vader, dat is dezelfde als mine vader. En dat is ook de vader van Christus Jezus, of Jezus Christus, of noem maar hoe je hem wil. Maakt mij niet uit. Als er iets van Jezus in zit. Oké, pak je de volgende? We hebben nog... But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Mm-hmm. Zoek eerst het koninkrijk van de Heer en zijn gerechtigheid, en al deze dingen die je zo belangrijk vindt en die in feite maar niks voorstellen, die worden aan je toegevoegd. Die krijg je gewoon. Ja. Je moet niet naar die dingen zoeken, maar je moet naar de Heer zoeken. Bang! Je moet niet de schepping aanbidden, maar de schepper. Absoluut! 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 En daar zijn we weer bij het tweede gebod, Perry. Ja. Ik ga even in het Nederlands voorlezen, dus vers 33. Maar zoekt eerst zijn, met een hoofdletter Z, koninkrijk, met een hoofdletter K. Dat is niet gebruikelijk in het Nederlands. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn, weer een hoofdletter, gerechtigheid, met een kleine G. Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. En dan de volgende, dat is 34. Die vind ik ook zo mooi. Take therefore no thought for the morrow. Ja. For the morrow shall take thought for the things of itself. Ja. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ach, man. Oh ja, dan staat dus even voor de kijkeraars, dat staat schuin geschreven. Dat betekent dat is toegevoegd. Zo zeg ik het goed, hè? Een beetje een kleine verduidelijking. Op zijn Nederlands. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Punt komma. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ah, bij mij is dan punt, geen punt komma. Oké. Okay. Ja, ik zie ook een punt staan, ja. Lees dan die punt. Maar oh ja, hier staat gewoon. Maar dat maakt ook niet zo gek wel uit. Kieken. Maar gewoon elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat alleen. Dat is een hele. Heel goed om je daarvan bewust te zijn. In Duitsland was zo'n gezegde: dat is van. Mach je keine zorgen om ongelegde eieren. Oh jee, maak je geen zorgen over ongelegde eieren? Ja, precies. Eieren die niet kwamen. Ja, nee, eieren, bij wijze van spreken, die dat kiek nog niet gelegd heeft. Waar maakte jij daar zorgen over? Maak je daar zorgen over als het kiek ze gelegd heeft? Ja. Of als het helemaal geen meer legt? Maar maak je geen zorgen om ongelegde eieren? Ja, deal met de eieren, ga met de feiten om als je ze in handen houdt, bij wijze van spreken. Als je alleen maar, en dat is toch in de wereld waar wij in leven, we worden constant in angst gehouden. Ja. Van dit systeem. Ja. Om ons alleen maar zorgen te maken van, oh, zal ik morgen nog overleven? Ja. Wat maakt het uit? Als ik Christus heb, dan maakt me dat toch niet uit? Precies. Het christendom is het allergoedkoopste geloof. Ik heb even een grapje. Ik weet dus, ik ken een Turkse jongen. En die is uitgenodigd bij de vrijmetselarij. En moest je op ballotage, heet dat dan? Dat is een keuringsonderzoek of zo, hè? En dan werd hem dus duidelijk gemaakt dat het hele geintje zou hem €330 in de maand gaan kosten. En toen zei hij, hij is ook echt een armoedzaaier hoor, hij heeft helemaal niks, hij heeft niet eens een vriendin. Hij zei, ja, dat heb ik niet. En toen zei die vrijmetselaars tegen hem, of die ene vent dan, ja, maar dan hebben we wel regelen we een beurs. Het is gewoon te gek voor woorden. Ik vind het meest droevige, als ik ergens over mag huilen, en je mag helemaal nergens over huilen, natuurlijk. Maar als ik ergens over mag huilen, dan denk ik van ja, het stond allemaal in de Bijbel. Toen ik 12 was, zat ik de Bijbel te lezen. Iedereen die trok een lange neus naar mij. Van nee, je bent idioot. En ik zei, nee, lees nou even mee. Ja, maar dat deed ze allemaal niet, man. Ja. Maar dat... Nu dus, met jou, wel weer. Heerlijk. Dit is gewoon een sauna voor de geest.
Oh, ja. Ja, dat is het. Oké, okay, je mag wat zeggen tegen afsluiting, want dus, we zitten tegen een uur. Ja, Perry, ik zeg het, ik ben heel bezig momenteel met andere dingen. Ik doe met Tom dat boekje daar, die lezing, dat ik nog bijna moet gaan afsluiten. Schitterend op mijn nieuwe, op mijn kanaal moet ik gaan kijken. Mm-hmm. Ik heb het eerste volume uitgelezen van... Ik zal even voor de... Ja, praat maar gewoon door, ik pak u even je kanaal erbij. Ja. Dan kan ik het even laten zien aan de kijkeraars waar je zit. Ja, dus daar is een nieuwe playlist op nu, op mijn kanaal, als je dat ziet. Die noemt Hour of the Truth Meets Inquisition Update. Uh-huh. En daar is alleen nog maar één deel van opgeladen op dit moment. Uh-huh. The Origin of Futurism and Preterism, dat is op mijn hoofdkanaal. Oh, ik zie het staan, ja. Is er eentje staan, ja. Ja, op mijn den tweede deel heb ik opgeladen op mijn derde kanaal. Ondertussen, daar publiceer ik ze eerst op Jörg Lissmann. Oh. Dat is een ander kanaal van mij. En die kun je later nog een keer in beeld halen, als je dat wilt, voor die mensen, op die beschrijving daarbij doen. En op mijn tweede kanaal ben ik dus nog altijd History of the Inquisition aan het lezen. Die playlist zie je hier ook staan, maar dat is alleen maar den eerste deel op dit kanaal. Want ja, ik kan dan niet allemaal op één kanaal uitbrengen, anders moet ik twee video's per dag publiceren, dan kijkt niemand dan niet meer. Dan moet die mensen wat tijd geven ook. Hè. Tijd is erg noodzakelijk. Ja, dus ik lees momenteel History of the Inquisition op mijn tweede kanaal. Ik lees op den derde kanaal en publiceer dat nu ook op den eerste kanaal met Tom Frest, The Origin of Futurism and Preterism. Wij gaan daarna waarschijnlijk een tweede boek, een veel dikker boek, samen aangaan om te lezen. Wat leuk. En ik plan ondertussen al, ik wacht alleen tot dat Brett klaar is, om met Brett een lezing te doen van Code Word Babylon. Weet je nog dat wij daar een keer een video over gemaakt hebben? Code Word Babylon, de moraal van de Jezuïten, daar heb ik nog een keer met jou over gepraat. Als ik bij mijn zonder meer, ik was bij mijn kapper en aan het wachten en heb in dat boek gelezen, daar hebben we een video over gemaakt. En ik heb daar ook een video op mijn kanaal over. Oh. Een tijdje geleden gemaakt hier. Hoe noemt dat weer? Wacht, ik kan dat eens een keer opzoeken. Dat is nog niet zo lang geleden, dat is maar een week of drie of zo dat het erop staat ergens. Ik heb dat opgenomen als ik in mijn auto zat. Even tussendoor, voordat ik weer een fout maak. Ja. Hou jij van kurkuma? Ja. Oké. Okay. Ik eet dat zowel gedroogd in pulvervorm en ik koop het ook vers in de biomarkt om bij eten bij te mengen. Oh, dat heb je dus al. Oké, dat is ook een no-go. En een komijn, heb je daar beschikking? Lus je komijn? Nee, komijn ben ik geen vriend van, nee. Oh, dat lust je niet, oké. Nee, daar ben ik geen fan. Maar wel koriander, hè? Koriander, ja. Maar ook, daar ben ik ook geen grote fan van, maar dat is gezond. Ja, dus dat ik even een beetje je smaak leren kennen. Ja, koriander is heel goed om metalen uit je lichaam te drijven, hè? Hmm. Als je dus wilt ontgiften van al die metalen die we hebben en zo, en je pakt voldoende koriander, dat helpt daarbij, hè? Ja. Oké, ik kom er wel weer op terug. Dat was dus Code Word Babylon, Intro, The Morals of the Jesuits. Daar heb ik een deel van dat boek een keer gelezen. En daar ga ik dus met Brett Norman video's van maken waar we dat hele boek gaan lezen. En dat is twee delen, dat is telkens 500 bladzijden of iets meer. En dat zijn twee boeken. Code Word Babylon, Danger and the Vatican is deel 1. En Code Word Babylon, The Antichrist is a Woman Alive and Well, deel 2. Ja. Dus ik ben heel veel bezig met al die dingen. Vandaar vond ik het fijn dat wij nog eens een keer eventjes tijd hadden om hiermee samen te komen. Ik hoop ook, Perry, dat wij nog een keer verder zetten de lezing van Rulers of Evil, want daar zijn er toch misschien de een of andere die dat interesseert, om dat boek eens een keer in Nederlands uitgelegd te krijgen. Ik vond dat altijd interessant werk wat we daarmee gedaan hebben. Ja. En natuurlijk, Perry, kijk ik uit naar de volgende discussies hier in de Bijbel, of analyses in de Bijbel samen te gaan maken. Ja. En te groeien in het verstand, in het lezen van het woord van God. Ja. Doordat de Heilige Geist ons leidt en ons in de keer de mogelijkheid geeft om anderen ook eens een keer te zeggen van kijk, dat is het geschreven woord, maar wat betekent het eigenlijk? Want de betekenis is ja vaak toch nog een beetje iets diepergaander als alleen maar dat wat er gedrukt staat. Mm. En dat versta je uiteraard alleen maar als je geleid wordt door de Heilige Geest en ook alleen maar als je een Bijbel bij de hand hebt die zichzelf uitlegt. Ja. En de enige Bijbel die zich compleet zelf uitlegt, is de Koning James Bijbel van 1611. Als jij een Nederlandstalige doet, dan is dat prima. Maar ik blijf bij mijn Koning James Bijbel, want dan weet ik wat ik in de hand heb. Ik kan daar op mijn typisch Hamburgs. Ja. En dan wil jij nog iets zeggen. Ja, ik ga hem even afsluiten.
Ik zeg dan gewoon op zijn Hamburgs tjus. Ja. Oké, mensen, als je nou niet dankbaar bent voor de tijd die Jurk Liesman in dit gesprek heeft gestoken, ben je gewoon een eikel. Ja. Wat Jurk Liesman zegt, zei, de Bijbel moet zichzelf uitleggen. Maar de Bijbel is geen computer. Er zijn alleen maar pagina's. Dus jij moet die Bijbel begrijpen. En dan legt die Bijbel zichzelf uit. Maar jij moet aan het denken gaan. Dat is hartstikke lastig natuurlijk. Want je denkt, ik wil een krokodil zijn. Ik wil een handtasje worden van een mooie vrouw in New York. Maar je bent een mens. En je bent niet voor de katse korte achternaam geboren. Niks is toevallig. Ga daar niet van uit. En net als Jurk Liesman, dan zag ik hier tjus. En dag lievers, en tot de volgende keer.